3D-printen. Wat is dat nou eigenlijk precies? Hè? Iedereen die heeft het er eigenlijk wel van gehoord. Maar wat het nou precies is en wat je er nou precies mee kan? Nou, mij is het nog niet helemaal duidelijk. Maar hier bij Keramikos, een bedrijf aan de Oudeweg in Haarlem, hebben ze een expositie en we gaan eens even kijken. Daar zie ik de eigenaar, Pelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, hallo. Wat een mooi bedrijf. Dankjewel. Wat is het voor bedrijf? We zijn een groothandel in keramiek, klei en grondstoffen. Toeleverancier van scholen en kunstenaars. Dus we hebben een groot bedrijf, goed gegroeid daarin. En bedienen eigenlijk heel Noord-Holland ook. Dus, ja, een grote winkel zie ik daar. Zullen we even daar naartoe lopen? Loop mee. Wat kan je hier zoal kopen? Nou, we hebben allerlei glazuren en materialen, allerlei halffabrikaten en... En ook alle materialen eigenlijk om gewoon mooi kleiproduct te vervaardigen. Dus, daarnaast... Een heleboel servies, leuk voor de kerst? Ontzettend leuk. En ook mensen die niet heel bedreven zijn, maar wel heel mooi kunnen decoreren. Ja, die kunnen hier hun gang gaan eigenlijk. Dus alle kleurtjes, er zijn ontzettend veel grondstoffen zeg maar, die je kan gebruiken. Maar ook heel eenvoudig. We hebben ook gewoon een hele laagbakkende glazuur zeg maar, die je op je kant-en-klare servies kunt schilderen. En dat is dan een... half uurtje in de huishoudoven op 150 graden en je bent klaar. Dus eigenlijk voor de beginner en ook gewoon de vergevorderde kunstenaar hebben we allerlei materialen en grondstoffen. Ja, en daarnaast zijn er heel veel onderdeeltjes hier die van toepassing zijn voor het beeldhouwen. We hebben ook nog wat beeldhouwmaterialen. Ja, je ziet ook van er is een enorm scala aan gereedschapjes en voor ieder oogje, puntje, neusje heb je weer een eigen materiaaltje of gereedschapje. Nou, penseeltjes. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om je producten te kunnen maken. En dat echt op het gebied van klei en een stukje steenbewerking. Dus dat maar wat heeft, want jullie hebben hier een 3D-expositie. Ja. Wat heeft klei en zo met een 3D-printer te maken? Nou ja, klei is natuurlijk gewoon al, mensen die daarmee werken, is al 3D-dimensionaal. Daarnaast zijn er heel veel producten die nu 3D geprint worden. En klei is er één van. Ja, en dat wordt ontwikkeld en dat ontwikkelt zich nog meer en meer. Dus wij willen dat heel graag ook vastpakken en daarmee in dat stukje technologie een plekje zien te vinden. Dus ik denk dat klei ook heel erg voor veel mensen zeg maar, van toepassing is in het ontwerpen. Ja. Ik begrijp dat groep 8 van de Bornwater School, zeg ik het goed? Ja, klopt, in Bloemendaal. Die hebben vandaag hier een rondleiding op de expositie. Michael, zullen we even gaan kijken? Cameraman Michael. Want hij draait al, hè? Volgens mij, de 3D-printer. De 3D-printer draait, ja. Dat is nu hetgene met de printers. Je maakt een mooi ontwerp. Daar heb je een aantal programma's voor. En vervolgens, als je het ontwerp gaat draaien, dan neemt het wel wat tijd in beslag. Zo'n proces van het vervaardigen van het product duurt ongeveer een uur tot 30 uur. Het hangt een beetje van het ontwerp af. Ik ben heel benieuwd. Ze zijn allemaal heel aandachtig te luisteren. Ik ga even mijn jas uitdoen. Ongeveer 1900 euro. Hallo. 1900 euro voor een 3D-printer? Ja, dat is van een bepaald model. Maar je kunt al vanaf een paar honderd euro een zelfbouwkit kopen. En dan moet je er wel iets meer moeite in stoppen om het zelf in elkaar te zetten. Maar je kunt ze dus ook al in elkaar kopen voor iets meer geld. En dat is hem? Dat is hem. Dit is van een Nederlandse 3D-printer. En vaak als beste getest. Dus een hele goede printer. Even kijken hoor. Ja. Wat doet hij nou precies? Ja, je hebt het misschien al uitgelegd aan de kinderen. Ja, de kinderen die weten nu precies hoe het werkt, toch jongens? Ja. Er zit hier een kaartje in. Dat is een SD-kaart, wat gewoon een geheugenkaart is, wat ook in je fotocamera bijvoorbeeld gaat. Daar zit een bestand op, een 3D-bestand. Dat is van een digitaal product eigenlijk. Dat is in duizenden stukjes gesneden, in dwarsdoorsnedes. En als je goed kijkt, dan zie je dus nu dat die... Even kijken... ongeveer de vierde laag ongeveer al op elkaar aan het plakken is. En dat doet hij dus door een plastic draad te verhitten in die spuitkop tot ongeveer in dit geval 230 graden. En dan komt het er gesmolten uit en hij legt het in de juiste vorm neer. En elke keer als hij net klaar is met één laagje, dan zakt het bedje naar beneden en dan komt de tweede laag erop. En als je achter de printer kijkt, dan zie je ook hoe dat plastic eruit ziet. Dat is gewoon een klosje eigenlijk, dat ook als draad. Ja.
Het gaat dus hier doorheen en dan wordt het hier verwarmd. En waar wordt het dan gesmolten? Of Hier in de spuitkop. Dit is dus heel erg heet. Mag ik eigenlijk niet met mijn vingers aanzitten. Dus eigenlijk alles wat je vloeibaar kan maken, dat kan je als ingrediënt voor dat de 3D-printer? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Dus de materialen worden nu steeds meer ontwikkeld voor zo'n printer. Je kunt nu ook zelfs met houtachtige materialen, dus een beetje MDF-achtig hout, wat je kunt printen. Maar ook wat meer rubberachtige dingen die flexibel zijn. Ja. Dus dat wordt steeds meer. Je kunt ook experimenteren zelf met chocolade bijvoorbeeld. Ik ga even naar de kinderen toe, hoor. Ja. Even kijken of ze al wat geleerd hebben. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat cool. Had je het wel eens eerder gezien? Ja, ik had het eens een keer in Haarlem gezien in een winkel. En want ik begrijp dat je een heleboel verschillende soorten hebt. Is dit ook de printer die je al eerder had gezien? Nee, ik had echt zo'n iets zo gezien waar niets echt omheen zat. Dus alleen het model. Hebben jullie al vragen mogen stellen? Ja, ik had een vraag van... Kan je ook pizza mee printen? Oh, dat vind ik wel een hele goede vraag. Kan je ook pizza maken? Wacht, ik ga even naar Anoush toe. Nou ja, om echt een pizza te maken, dat nog net niet, zeg maar. Maar je kunt ook eetbare materialen in zo'n printer stoppen. En het verschil is eigenlijk dat die in plaats van een mensenhand... je kunt het vergelijken met een slagroomspuit, hoe dat eruit ziet. Alleen dan veel kleiner. Dus hij kan iets smelten en dan in een bepaalde vorm leggen. Dus als je de chocolade instopt, dan komt er ook chocolade uit. Alleen in een leuk vormpje. Dat is het eigenlijk. Dus een pizza, kant en klaar met... salami en dingen erop, dat niet. Maar misschien als we ooit echt op heel klein niveau moleculen kunnen printen, dan wel. Ik ga eens even verder, want de expositie is nog veel groter. Dus jullie succes met de printer. En we komen zo meteen wel even terug. Want ja, het wordt steeds groter. Hij zal steeds, het bedje zakt dus steeds meer omlaag. En het product bouwt elke keer laag voor laag naar bovenop. Prima, wij lopen even die kant op. Oké, jongens, op daar. Alewijn. Ja. Dit ben jij, hè? Dat ben ik. Wat grappig. Inderdaad. Ja, vind je het leuk? Ja. Zoek de 7 verschillen. Een beetje eng vind ik het ook wel. Ja, ja, het is levensecht, hè? Er is een hoge resolutie scan van me gemaakt. Dat is tot een 3D-model omgevormd. En uiteindelijk is dat naar een printer gestuurd. En het is helemaal op deze manier uit de printer gekomen. Dus met kleur en al. Maar hoe doet hij dat dan ook met die laagjes op elkaar? Ja, dit wordt met laagjes gedaan. Alleen anders dan wat je net hebt gezien. Hierbij worden laagjes gipspoeder op elkaar gelegd en worden verhard. En daar wordt meteen een kleurlaag overheen gespoten met een inkjet. Dus dat langzaam maar zeker bouwt zich dat op. En pak je je hoofd, in dit geval, uit een bak met poeder. Daarna wordt hij nog verlijmd en met een waslaag afgewerkt. En toen ik hem op ging halen, lag mijn hoofd in de oven. En dat was een hele rare ervaring. Hey, kan je een beetje laten zien? Wat kan je er allemaal mee maken met zo'n 3D-printer? Nou, je kunt... Zie daar het een en ander? Zullen we daar even naartoe lopen? Ja. Dit is tandheelkunde, begrijp ik? Ja. We hebben de expositie is samen met Grounded en Freedom of Demand hebben we dit opgezet hier bij Keramikos, een opdracht van de Kamer Verkoophandel. En we hebben een aantal... onderwerpen hebben we gecategoriseerd. En dit gaat over human-related. Dus het wordt natuurlijk veel gebruikt in de medische sector. Omdat het voordeel van 3D-printen, een van de voordelen is dat je dingen echt op maat kan maken. Dus tandheelkundige onderdelen en auditieve, dus gehoorapparaten, die worden al heel vaak 3D geprint. Ik vind het zelf het voorbeeld van de gehoorapparaten die daar aan de linkerkant staan. Daar kunnen we misschien zo meteen eventjes naar kijken. Vind ik een hele goeie. Bijna elk gehoorapparaat wordt nu al wordt gebruikt, wordt ook al geprint. Dus de pasvorm van het deel wat in je oor zit, is heel erg belangrijk dat dat goed zit. Dat zijn hele kleine dingetjes, ja. Maar je kan zelfs huizen bouwen met een 3D-printer. Dat zien we daar, toch? Ja, er zijn een paar projecten daar... Dan kunnen we hier even naartoe lopen. We hebben het huis hier zelf niet staan. Maar we hebben hier dat wel mooie. Dat past er niet. Maar we hebben wel mooie afbeeldingen. Dit zijn afbeeldingen van van DUS architecten, van de kamermaker. En zij hebben een printer, eigenlijk een hele grote versie van de printer die we net hebben gezien, die Anoush aan het uitleggen was. En daar worden onderdelen per kamer wordt dat geprint. En dit huis wordt het komende jaar wordt dat in delen opgebouwd in Amsterdam. Maar kan je eens aanwijzen? Want wat is nou de printer? De printer is dit
eigenlijk deze zilveren zeecontainers. Ze hebben hem heel mooi aangekleed. Ze hebben hem op de zijkant gezet. En die print dan de delen van het huis? Ja, en die kan tot ongeveer 3 meter hoog kan die printen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde principe als wat we net zagen. Waar het vaasje wordt geprint. Maar waarom zou je dit doen? Waarom zou je een huis printen? Of is het alleen maar voor de grap? Nou, het is een onderzoeksproject vanuit DUS Architecten. Dus er wordt onderzocht van op welke manier je 3D-printen ook in kan zetten. Dit is één van de manieren om dat te doen. Er zijn ook andere initiatieven, daar hebben we ook nog wat voorbeelden van. Maar het is nog een heel erge onderzoeksfase. En wie weet dat het in de toekomst ook echt nut kan bewijzen. Het geeft in ieder geval een stuk vormvrijheid. Ja, dat is de 3D-printer nou echt net als internet bijvoorbeeld, dat het echt de hele wereld gaat veranderen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat het de hele wereld gaat veranderen. Alleen dat het niet alles gaat veranderen. Heel veel dingen zijn veel verstandiger om dat op een normale manier te doen. Omdat het bijvoorbeeld goedkoper is of sneller. Maar ik ben ervan overtuigd dat je langzaam maar zeker steeds meer dingen zult zien die 3D geprint zijn, waar je eigenlijk ongemerkt naartoe gaat. Nou, we willen er nog veel meer over horen. Dat horen we zo meteen na de reclame. Ja, welkom terug bij NH Leeft. We hebben het over de 3D-printer, maar dit is niet de 3D-printer, want u bent bezig met keramiek, hè? Ja, dat klopt. Ik ben bezig met keramiek. Ik ga nu een plaat klei uitrollen, zodat ik daar een vorm mee kan maken. Ik moet eventjes aan het wiel draaien, dat goed gaat. Het ziet er nog heel ouderwets uit. Ja, dat is inderdaad echt heel erg handmatig werk. Weet u wat die 3D-printer, wat het is, wat het inhoudt? Ja, ik heb inderdaad wel wat erover gelezen. Het is wel een hele interessante ontwikkeling natuurlijk, dat zeker. Maar ik hou mezelf liever bezig met het ambachtelijke proces. Ja, en dat doen ze hier allemaal. We gaan eens eventjes verder kijken. Kijk, hier iets heel moois is er gemaakt. Heb ik dat gedaan? Wat bent u allemaal aan het maken, mevrouw? Ik ben met een tegel bezig voor het project De Vier Seizoenen. Dat is nog echt ouderwets, hè? Echt ouderwets handwerk, ja. De 3D-printer, iets voor u? De 3D-printer zou niet voor mij zijn. Nee, dat is te technisch. Ik hou erg van met mijn handen te werken, om het zelf te doen. Want misschien dat je straks ook wel potten en pannen en alles uit die 3D-printer kan halen. Daan, de leraar van deze cursus. Ja, klopt. Leuk of niet zo leuk? Moet je echt boetseren met klei? Natuurlijk, ja. Ja, niet uit de printer? Dat kan. Ik bedoel, maar eerst, vroeger in de middeleeuwen was nog helemaal geen printer. Ik bedoel, alles met de hand is gemaakt. Dus met de hand is heel belangrijk. En dit is een hele mooie voorbeeld. Dat is heel ontzettend breekbaar. We hadden het eigenlijk over die 4 seizoenen. En zo te zien, kijk wat een prachtige boom is eigenlijk. Geweldig. Zou je dat nou ook uit een printer kunnen halen? Vast wel, hè? Nou, 3D, ja, dat zal wel. Dat zou kunnen als je heel goed de kleuren in elkaar zet en zo. Dat zou wel misschien kunnen. Wij gaan snel naar beneden, want wij gaan kijken hoe het met de 3D-printer en ons ontwerp is. Veel plezier. Bedankt hoor. Succes. Hij is nog druk bezig met alle laagjes op elkaar bouwen. Een heel mooi gezicht. Maar het duurt heel lang, hè? Moet je kijken, Michael. Het duurt wel even voordat het vaasje klaar is. En hoe is het?
Gaat het goed met de rondleiding? Ja. Ja? Wat hebben jullie allemaal opgestoken? Wat kan je er allemaal mee maken met die 3D-printer? Je kan er een, zo'n ketting van maken. Wacht, waar is die? De ketting. Laat kijken, waar is de ketting? Oh, daar. Die ene ketting. Dus dat ziet er wel cool uit en het lijkt echt heel echt. En je kan er ook een soort beeldje van maken. En je kan er ook een, ze zijn er nu mee bezig om een huis te printen of zo. Ik wil het gaan doen. Meteen huis, trappenhuisachtig. Ja, en ik hoorde er net ook iets zeggen wat jullie heel erg aansprak. Want je kan ook Minecraft, wat jullie vast allemaal doen. Wat is dat? Leg eens uit. Dat kan je eigen wereld bouwen en in de nacht moet je overleven, want dan komen er allemaal monsters. Zombies. En je kan een netherportal maken. Maar je kan dus ook je eigen huis bouwen en dat kan je dus dan ook printen? Nou, het schijnt wel te kunnen, maar wel met een 3D-printer dan. Maar. Wat denk jij? Wordt dit helemaal de toekomst? Het zou kunnen. Ik weet het niet. Wat vind jij nou het meest bijzondere wat de 3D-printer kan? Dat als ze dat huis gaan maken. Dat lijkt me wel cool. Ja, en het huis staat straks in Amsterdam-Noord, hè, heb ik gehoord. Ja. Ja, we gaan eens even kijken of Anoush er is. En hoe het, Anoush, zullen we even bij de printer gaan kijken? Jongens. We zien dat hij al een stukje verder is dan daarnet. Wow. Hij moet nog wel gaan. En wat je ziet is dat hij dus in het midden... Ja, hij wordt nog een vaasje. Maar wat je ziet dus is dat hij in het midden nog niet helemaal volbouwt met kunststof. Want dat is niet nodig. Dat zou zonde zijn van je materiaal. Dus hij legt gewoon een heel slim raster neer. Zodat het wel stevig is, maar niet helemaal vol met kunststof erin. Ja. Maar wat duurt dit lang? Want we zijn nu al ruim een half uur verder. Ja, dus je moet er een beetje geduld voor hebben inderdaad. Ja, kijk, je kunt hem wat sneller zetten. Kijk, dat kunnen we ook nog eventjes laten zien. Het is gewoon heel simpel, hè? Je draait gewoon aan de knop en dan kan die wat sneller gaan. Maar dan is het wat minder mooi in resolutie, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het blijft natuurlijk een mechanisch ding. Ja, het smelt plastic en het legt het op elkaar. Dus je kunt er niet van verwachten dat het veel sneller gaat. Ja, dat is het. Denk je dat het later sneller kan? Het wordt steeds sneller ook, ja. Dus dit is al wat sneller dan wat vroeger kon. Dus tuurlijk, het apparaat zal steeds sneller worden. Maar kijk, dan moet dit ding ook heel erg snel gaan bewegen. En dat is een beetje het lastige natuurlijk daaraan. Ja, maar heel veel mensen die zeggen juist van... Wauw, ik kan gewoon in één dag iets maken wat er nog niet was. En bijvoorbeeld 's nachts aanzetten als je zelf zo'n ding hebt staan. En dan word je 's ochtends wakker en dan ligt er een cadeautje in de printer. Die misschien iets wat je net in Minecraft zelf hebt gemaakt. Dus dat is dan wel weer heel erg snel. Want op de computer zien we dus... Ja, hij staat nu uit, hè, geloof ik. Ja, nou, nu zie ik dus dat de techniek gaat een beetje... Nu is hij uitgevallen. Ik zie daar nog een computer. Is daar ook een ontwerp op die computer of niet? Nee. Hij is uitgevallen. Nou, anders proberen we het op die computer nog eventjes... Ik kan even laten zien hoe dat er inderdaad in digitale vorm eruit ziet. Misschien kunnen we nog een vaasje. Staat het vaasje op die SD-kaart die daar ligt? Die kan ik ook gewoon zo opzoeken. Ik ga eens even kijken waar de cameraman gebleven is. Die misschien even kijkt. Ik kan hem gewoon hier laten zien dan. Michael, deze kant hier rechts van jou. Zitten wij bij de computer en zijn we aan het kijken. Wat we hebben net op de printer hebben gezien. Nou, dit is dus een 3D geprint vaasje. Helemaal laag voor laag opgebouwd. We zagen al dat het niet super, super snel gaat. Dus dit duurt al best wel wat uren om dit te maken. Maar er zijn websites waar je dit soort bestanden gratis kunt downloaden.
En dit is eigenlijk de digitale vorm daarvan. Hè. Dus dit bestaat nog niet, het is alleen nog digitaal. En dit is dus wat daar op die 3D-printer aan het uitprinten is nu? Dat is een ander vorm hiervan, maar ook zo'n soort vaasje inderdaad, met dingetjes die in elkaar zitten. En je kunt het eigenlijk zo simpel als gewoon op de knop drukken van download dit. En dan heb je hem gedownload. En dan zet je het in een programma, snijdt hij hem in heel veel stukjes. Dat zie je ook eigenlijk als je op deze vaas kijkt, zie je dat die laagjes te zien zijn. Dus dat zijn alle laagjes die laag voor laag, één voor één op elkaar zijn gedrapeerd met die printer. En al die laagjes moeten eerst in de computer gemaakt worden. Zodat hij weet van, dus het zijn 1000 dwarsdoorsneden en die moet ik allemaal op die manier op elkaar leggen op de X en de Y-as. En een Z natuurlijk in de hoogte. Dus als die kinderen 50 zijn, is dan de 3D-printer helemaal? Ik denk dat het nog toegankelijker is geworden dan. Je ziet nu al dat het gaat niet alleen maar omdat iedereen een 3D-printer thuis heeft staan. Persoonlijk zie ik ook niet per se dat dat nodig is of de bedoeling ook. Het gaat erom dat je die middelen hebt om aan zo'n printer te komen. Dus als er inderdaad netwerken inzichtelijk zijn van je buurman heeft er een of iemand uit de buurt. Wat je ziet bijvoorbeeld met 3D Hubs. Dan kun je wel gebruik maken van een 3D printer ondanks dat je hem zelf niet hebt. Of een copy shop in de buurt om de hoek waar je een 3D printer kan laten maken. En andere materialen dan in zo'n printer kan. Want ik voorspel niet dat binnen nu en een paar jaar dat het echt mogelijk is om en in metaal en in kunststof alles zelf thuis te gaan doen. Maar je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld een fotoalbum laten maken. Dat doe je ook niet op je eigen printer. Als je net iets mooier wil met een kaft eraan en alles, dan bestel je het online. Nou, ik ben benieuwd wanneer we de kerstcadeautjes gewoon online bestellen en dan dat ze uit de printer komen. Ja, er is nu een rapport uitgekomen die voorspelt, is er net een paar dagen geleden uitgekomen, dat we volgend jaar waarschijnlijk veel meer 3D geprinte cadeautjes onder de boom en in de schoen hebben staan. Dus ik ben benieuwd. Onze kerstboom staat natuurlijk al vol met 3D geprinte ornamenten, maar vanaf volgend jaar is de voorspelling dus ook dat het voor steeds meer mensen bekend wordt ook wat de manieren hoe je zelf dingen kunt maken. We gaan nog even naar Pelle toe. Ik zie hem daar, de eigenaar. Pelle? Ja, die 3D-printer, dit is natuurlijk allemaal wel leuk, maar is dat nou straks niet de ondergang van jouw bedrijf? Want ja, boetseren is waar mensen hier voor komen. Nee hoor, nee. Ik denk dat boetseren dat blijft. De toegankelijkheid van de klei is natuurlijk heel snel daar. En het 3D-printen is een stukje ontwikkeling. Daarin denk ik dat je heel veel raakvlakken hebt. De een die blijft daarbij. De een blijft gewoon boetseren. En de ander zegt, de technologie, ik ga mee. Weet je? Dus jeugd zal ook al verdeeld zijn van, ja, ik wil printen. Geef mij maar klei. Dat blijft. En daar houden we het aan bij. Dit was NH Leeft voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.